Dames en heren, een hele goede avond en welkom vanaf de Vetkampstraat in Deventer. Het is volle bak. En de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen voor Go Ahead Eagles. Dat natuurlijk begon met een nederlaag in Alkmaar tegen AZ 2-0. De PSV wist de Emmer te verslaan met 4-1. Maar boekte daarna een buitengewoon belangrijke overwinning. Dankzij De Jong in de verlenging tegen Monaco. En nu wacht Rangers komende dinsdag als het gaat om de laatste ronde. De play-offs van de kwalificatie van de Champions League. Dat dinsdag, maar de trainer van Nistelrooy heeft er alles aan gedaan. Zoals iedere trainer overal ter wereld altijd doet om de focus op deze wedstrijd te leggen. Hij, assistent van Giovanni van Bronckhorst bij Rangers FC. Roy Makaay als spion slash scout slash analist afgereisd naar een snikhete Adelaarshorst. Er zijn allemaal mensen geblesseerd bij Go Ahead Eagles. Berden, Marco Lo, Willemsson, Adekanje er allemaal niet bij. Itzes keert wel weer terug. Hij staat er ook gelijk in, centraal in de verdediging. Naast Fontan, dat gaat ten koste van Amova. Daar is hij, Jay Itzes. En op het middenveld keert Robbins terug in de ploeg. Robbins die deze week zijn contract verlengde in Deventer. Belangrijk dat zij er weer bij zijn. En hij staat er weer frisjes bij. Luc de Jong na de slijtageslag tegen Monaco. Maar dat was het in fysiek opzicht zeker. PSV dat het de laatste minuten kon omdraaien in de reguliere speeltijd. Er een verlenging uitsleept. De Jong dus als matchwinner. Hij keek toe. Simons staat er vandaag wel in. Hetzelfde geldt voor Oppegaard. Zijn eerste basisplaats in de Eredivisie voor de jonge linksback. Dat betekent dat Max rust krijgt. Op het middenveld toch wel opvallend. Een basisplaats voor Ledesma. Dat betekent dat en Veerman en Til op de bank zitten. Naast, beter gezegd, achter Van Nistelrooy. En voorin een basisplaats voor Bakayoko. Dat gaat dan ten koste van Saibari. Del. Oh, dat lijkt me wat aan de korte kant. Ja, dat is ook zo. Hier is Simons af op de doelman. De eerste kans van de wedstrijd. Maar dan heeft hij te veel tijd nodig. Kuipers verdedigt. En zo wordt het opgelost door Go Ahead. Goede verdedigende actie van de aanvoerder. Die het gevaar zag ontstaan. Maar die viel te korte bal terug. Simons meegeven aan Gakpo. Wel te laat en De Jong komt er nu wel binnen. En al heel snel de voorsprong voor PSV. Daar lijkt Go Ahead in eerste instantie die hachelijke situatie die ontstaat na die rare kopbal terug te overleven. Hier, Bel vanaf de middenlijn. Wat zit daarachter? Hij lanceert daarmee Simons. Hier lijkt het onheil weg. Maar PSV houdt de aanval in leven. Gakpo heeft het gezien. Legt hem perfect op het hoofd van De Jong. Die is in dit soort situaties niet of nauwelijks te verdedigen. Want altijd op het juiste moment vertrokken. Op een kaart. Ja, speelt uiteindelijk wel de bal. Maar daarvoor hield hij zijn tegenstander dusdanig nadrukkelijk vast. Lindhorst, dat er alsnog gefloten wordt. En terecht door Makkeli. Die zit vasthouden al een tijdje aan de gang. Oh, merkwaardig dit. Lepelt. Gakpo, die bal die stil ligt gewoon in de handen van Oppegaard. Die vangt hem. Terwijl de vrije schop genomen wordt. En De Jong helemaal vrij kan koppen. Dat doet hij overigens in buitenspelsituatie. Maar dat is toch gek? Die bal ligt al klaar voor de vrije schop. En dan doet Gakpo dit. Dan zou je toch zeggen, die is al genomen. Blijkt gewoon een slimmigheidje te zijn van de Eindhovenaar. Go Ahead kan verder. Kuipers. Voor het eerst eigenlijk echt op de helft van PSV richting de tweede paal. Waar Gakpo moet mee verdedigen, maar dat niet goed doet. En dan is het ineens raak. Liedberg 1-1. Eerste goal van het nieuwe seizoen voor Go Ahead Eagles. Wat zo moeizaam aan deze wedstrijd begon. Voorzet van Kuipers die lang onderweg is. En dan moet Gakpo het duel aangaan met Del. En Del, time beter. En bedient zijn spits. En die rond dat keurig af. Itzes. Een paar
Nou, ze heeft uitgesteld. Hier is Lindhorst. Ledesma, goede versnelling van Ledesma. En dan wordt hij stevig aangepakt, zegt door Del. Goedemorgen, wat een overtreding is dat van de rechtsback van Go Ahead Eagles. En wat doet Makkeli qua kleur? Die gaat er eens goed over nadenken. En dan toont hij de rode kaart aan Del. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen, want dit was over de scheef. Hij is te laat, Del. En dan vol op de binnenkant van de enkel geraakt. En de rode kaart is volkomen terecht. Daar kan geen enkele discussie over zijn. Een smerige overtreding. Dat lijkt me dan toch wel de einde wedstrijd te zijn voor de jonge Amerikaan. Afgelost door Joey Veerman. Misschien wel de beste PSV'er tegen Monaco. Sowieso sterk aan het seizoen begonnen. Veerman meegeven in de ruimte aan Cody Gakpo. Gakpo naar zijn rechter. Goed ingeschat door De Lange. Sangaré. Veerman versnellen. Gakpo. Gakpo met de voorzet. De Jong perfect bediend. En nee, in twee instanties ook niet. Simons dan? Hij wel. En zo komt PSV in de extra tijd van de eerste helft toch op 2-1. Zo is in de eerste helft gebleken dat De Jong, die voorzetter vanaf de zijkant, simpelweg niet te verdedigen is. Voor veel verdedigers in de Eredivisie. Goeie voorzet weer van Gakpo. De Lange één keer, hulp van de lat. En vervolgens kalm gebleven door Simons. Die kan een goal maken. Wat een goede voorzet van Cody Gakpo. En met een omweg de 2-1 voor PSV. Simons, komt er nog één versnelling van PSV. Bakayoko. Snijdt het 16 meter gebied in. Bakayoko. Laat Makkeli die corner nog nemen. Ja, dat gaat hij laten doen als PSV een beetje opschiet. Simons. Voorzet nog van Simons. En nog binnengekomen voor de 3-1 door Obispo. En zo neemt PSV in die extra tijd toch behoorlijk ruim afstand van Go Ahead. Er verslagen bij loopt eigenlijk al sinds die rode kaart van Del. Wat een beetje de bui voelde hangen wat er ging gebeuren. Simons. Obispo lijkt daar op één lijn te staan met de Fontan. Dat komt vervolgens knap voor hem. Goeie kopgoal van Obispo. Knappe goal. Bakayoko ondertussen. En die krult hem schitterend binnen of niet? Is die bal over de lijn, is de vraag. Bakayoko is ervan overtuigd dat dat het geval is. We eens kijken naar die actie van Bakayoko. In het 16 meter gebied naast zijn linker wel of niet. Nee, keurig. Nou, voor het grootste gedeelte op de lijn zelfs. Uit vermoeidheid deze paas die zo voor de voeten belandt van Saibari. En nu kan PSV omschakelen. Simons wacht op het randje van buitenspel. Dat is het niet. Simons kan door. Bakayoko is mee. Hij kan het ook zelf doen. En zo wordt het uiteindelijk toch 4-1 voor PSV. Er staat Simons zeker geen buitenspel op de paas van Saibari. Had naar Bakayoko gekund. Maar als je het zelf kan doen, dan is dat altijd de leukste optie. En zo maakt Simons zijn tweede van de avond. Stokkers. Wachten op steun. Die komt er via Rommens. En nu heeft Go Ahead ineens vier man in de aanval. Zou dit nog wat kunnen opleveren met Edvardsen. Edvardsen, goede goal zeg. Uitstekende goal van de Noor. Zowel vorige week als vandaag heeft hij al een aantal aardige dingen laten zien. Die Edvardsen op het juiste moment bedient hier. En vervolgens is hij zeer overtuigend in zijn afronding. Lange bal aan de andere kant. Saibari die helemaal vrij komt waar hem naast schiet. Moet het Go Ahead nageven in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Blijven ze tot het laatste moment knokken in ieder duel. Het gevecht aangaan met de PSV. Hier is de spitsen, die schiet hem binnen. Maar hij heeft een overtreding gemaakt. Dat zou nog wat zijn geworden voor die laatste minuten. De goal gaat niet door. Makkeli had al gefloten. Voor een overtreding van Liedberg op Oppenkaart.
Simons. Als hij aan de bal is, gebeurt er in ieder geval het een en ander. Bakayoko. Bakayoko kan wachten op Moene. Die is inmiddels gearriveerd. En dat was een prima aanval van PSV. Dat is het nog steeds. En die wordt op zijn veermans afgerond door Joey Veerman. Simons, andermaal als aanjager van een PSV-aanval. Rol voor Bakayoko en Moene. Prima gevoetbald. Simons niet. Veerman wel. Zo, er gebeurde er lange tijd vrij weinig in de tweede helft. Het laatste gedeelte van deze wedstrijd toch weer voor wat vermaak gezorgd. En dat gaat nog even door met de volgende uithaal. Van Lidberg. Zo geeft PSV tegen het team van Cohet toch nog opvallend veel weg in het slot van dit duel. Fernandes. Kuipers terug naar Fernandes. Dat is aardig gespeeld. Fernandes, Kuipers. Zo komen ze toch weer een heel eind. En moet Benitez ook nog even handelend optreden. Op het schot van de aanvoerder van Go Ahead. Go Eagles, 2 gespeeld 0. PSV, 2 gespeeld 6. 2-5 uiteindelijk in Deventer.